Hey Kevin Spacey. Ja. En heb je gehoord wat er nu rondom Kevin Spacey is gebeurd? Ja, ik heb het gehoord. Wat vind je ervan? Ja, vervelend. Ja? Maar wat vind je ervan dat hij beschuldigd is? Geloof je het? Sashi, de afgelopen week is beroemde acteur Kevin Spacey op social media heel erg aangevallen. Omdat hij iemand zou hebben aangerand, heel lang geleden. Wat is dat? Wat is jouw visie erover? Wat vind je ervan? Nou, ik vind het belachelijk dat je zomaar via social media mensen kan beschuldigen van seksuele intimidatie en aanranding. Zonder dat daar een rechter aan te pas is gekomen. Hij wordt nu al eigenlijk gezien als schuldig. Dat zie je vaak ook in de media gebeuren. De media nemen de berichten over van Twitter. En in principe heeft hij nu geen kans om zijn ongelijk te bewijzen. En dat vind ik heel erg schuldig. Dat vind ik heel erg zorgelijk. Ja, dat dit gebeurt. En dat voornamelijk ook media vanuit de linkse hoek dit gewoon overnemen. Wat vind je ervan dat Kevin Spacey nu beschuldigd wordt van aanranding, verkrachting, noem maar op? Sorry hoor, of hij daarvan wordt beschuldigd. Ik weet niet, het wordt gewoon heel erg opgeblazen in de media en alles. Ik heb geen idee wat er precies gebeurd is, dus ik zou het jammer vinden dat hij dat heeft gedaan. Maar heb je daar een mening over? Ja, tuurlijk, slaat nergens op. Het is belachelijk. Dat hij beschuldigd wordt of dat hij dat eventueel gedaan zou hebben? Dat hij dat eventueel gedaan zou hebben, maar ik heb er wel een mening over, maar... Je ziet elke dag weer nieuwe dingen verschijnen en nu was het weer iemand uit Nederland die alles heeft gedaan. Dus ja, er komt altijd weer iemand bij. Op een gegeven moment is het geen nieuws meer bijna. Ja, ja. Het verbaast me ook op een of andere manier niet bij Kevin Spacey. En vind je, sorry, het verbaast je niet? Nee, het verbaast me niet. En wat verbaast je dan niet? Gewoon het manipulatieve alles. Het verbaast me niet dat hij... Ik weet niet hoe ver hij is gegaan natuurlijk. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar... Ja. Maar wat vind je ervan dat mensen alvast hun conclusies trekken dat hij dat gedaan zou hebben, zonder dat hij eigenlijk een wederwoord zou kunnen geven? Ik denk dat ook heel erg veel te maken heeft met de media, die alles heel erg opblaast. Opeens is de media er bovenop, worden conclusies getrokken. Mensen die baseren hun mening daar ook op. Ik denk dat het belangrijkste is dat intern goed wordt afgehandeld. En ja, wat de media zegt, de media hier. het is belangrijk om kritisch te blijven. We hebben allemaal natuurlijk in alle rechtssystemen de onschuldpresumptie. Dat betekent dat je eigenlijk niet schuldig bent totdat een rechter een eerlijk proces heeft gegeven. Dat gebeurt dan niet op deze manier, hè? Nee, dat gebeurt er niet. En ik denk ook dat het een manier is van heel veel feministen en linkse mensen om hun agenda te promoten en te propageren. Zij zien in deze zaak eigenlijk een bevestiging van hun wereldbeeld. Namelijk dat er mannen zijn die chauvinistisch zijn, die seksistisch zijn en die misbruik maken van hun macht door vrouwen en anderen te onderdrukken. Je zegt dat het is eigenlijk een links politiek spel geworden. Kan je dat uitleggen? Wat bedoel je daarmee? Nou, links ziet natuurlijk de wereld in heel erg zwart-wit. In mensen die domineren en mensen die onderdrukt worden. En de blanke middle-age man is eigenlijk in hun ogen degene die heel veel groepen onderdrukt. Kevin Spacey is een succesvolle acteur. Hij heeft heel veel successen behaald. En op het moment dat hij beschuldigd wordt van zoiets, dan zien zij het als een bevestiging van, zie je wel, de elite, die blanke witte man, die succesvolle man, die maakt misbruik van zijn macht.
En dat is eigenlijk voor hun een manier om eigenlijk hun agenda van, kijk, er zijn nog meer misstanden met betrekking tot hoe vrouwen behandeld worden, om dat gewoon aan te kaarten. Dus het wordt in een bepaald discours, in een bepaald vertoog wordt gegoten. En de vraag is dat wel terecht? Want mensen kijken dan niet meer naar de feiten, maar die gebruiken dat eigenlijk om hun beeldvorming eigenlijk te versterken. Kevin Spacey is beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij schijnt eigenlijk in de jaren 80 iemand te hebben aangerand, een 14-jarig jongetje. En die is naar buiten gekomen tijdens een interview met die beschuldigingen. En nu valt de hele wereld over hem heen. Maar wat vind je ervan dat je zomaar op Twitter eigenlijk mensen kan beschuldigen van seksuele intimidatie zonder hoor of wederhoor? Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Want ik ben heel erg van schuldig wanneer het bewezen is. En als jij, weet je, zoveel mensen kunnen alles zeggen op Twitter en ook valse beschuldigingen maken. Dus vind ik het niet kunnen, nee. En heb je het een beetje gevolgd, de zaak, wat er nu gebeurt? Ik heb het niet heel goed gevolgd, ik heb het wel gehoord, maar details weet ik niet, nee. Ja, maar je kent Kevin Spacey wel? Ja. Als je in social media nu het nieuwe platform om te vertellen dat je verkracht bent of aangerand bent? Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar is het voor heel veel mensen een platform geworden om aan te geven dat er sprake is van verkrachting en aanranding. Het is natuurlijk heel erg hip geworden ook met die hashtag MeToo. En dat heeft natuurlijk een storm van allerlei beschuldigingen opgeleverd richting het adres van verschillende mensen. Ik vind het zorgelijk, want ik denk niet dat het de methode is om seksuele intimidatie en aanranding aan te kaarten. Want wat je doet is dat je eigenlijk een misdrijf, seksuele intimidatie en aanranding, reduceert tot een hashtag. En dat 140 tekens. Op het moment dat iemand slachtoffer is van geweld, dan is dat ernstig en dan moet justitie aan te pas komen. Dan moet er een rechter aan te pas komen. En dan moet je niet mensen beschuldigen via social media, zodat er geen hoor of wederhoor plaats kan vinden. Ik, Kevin Spacey. Ja. En heb je gehoord wat er nu rondom Kevin Spacey is gebeurd? Ja, ik heb het gehoord. Wat vind je ervan? Ja, vervelend. Maar wat vind je ervan dat hij beschuldigd is? Geloof je het? Ja, geloof je het? Dat is toch, als mensen overkomen is, dan is het toch niet aan mij om daar uitspraak over te doen, toch? Nou, maar er doen heel veel mensen uitspraken over Kevin Spacey, dat hij schuldig is en dat hij moet... Als het openbaar hoeft, dat vind ik best wel heftig. Maar stel dat hij daar echt schuldig aan is, dan... Ja. Wat vind je ervan dat mensen eigenlijk op social media hem beschuldigen en veroordelen als eigenlijk aanrander, verkrachter, zonder dat hij eigenlijk een weerwoord is of zonder dat er een strafproces is geweest? Dat zou ik zelf niet zo snel doen. Maar mensen hebben hier natuurlijk hele heftige meningen over. Dus die gaan er meteen een soort van... Die gooien dat er meteen allemaal uit. En jij vindt eigenlijk dus dat we er zorgvuldiger mee om moeten gaan? Ja. Ja, want je kan iemands leven helemaal verzieken. En als het echt gebeurd is, dan mag dat ook, hè. Ja, ik weet niet. Dan ben je gewoon fout bezig, maar... Dus hij is eigenlijk onschuldig totdat het tegendeel bewezen is? Ja, maar hoe ga je tegendeel bewijzen? Ja. Het is gewoon heel ingewikkeld. En ik weet ook niet helemaal precies... hoe je dat aan moet pakken. En het gebeurt nu zoveel. Wat gebeurt veel? Nou, heel veel mensen komen nu met heel veel verhalen. Maar is dat niet opmerkelijk dat ze opeens met allerlei verhalen komen? Ja, dat is logisch toch, vind ik. Waarom is het logisch? Omdat mensen zich dan zekerder voelen als één iemand ermee uitkomt, mee naar buiten komt. Dan denken andere mensen, nou, dat kan ik dan ook gaan doen. Daarnaast is het ook wel best wel vreemd dat de media het gewoon ook overneemt. Hè? Dat Twitterberichten waarin mensen dus zeggen dat ze aangerand zijn of verkracht zijn of al dat soort zaken. Dat media dat gewoon blind overneemt. Denk je dat er een complot gaande is? Nou, je ziet dat bepaalde media dat overneemt. Er was een stuk op joop.nl, een heel verschrikkelijk stuk over hoe afschuwelijk Kevin Spacey is. Ze moest kotsen van Kevin Spacey. Nou, ik moest kotsen van het artikel op joop.nl, maar dat heb ik al vaker bij Joop. Maar andere media die zijn bijvoorbeeld wel kritisch. En dat zie je nu, dat er een soort strijd is in medialand om die verschillende opinies. Dus het gaat eigenlijk niet meer om Kevin Spacey en dat is heel zorgelijk. Weet je? En ik vraag me ook af, van waar gaan we naartoe op het moment dat je zomaar mensen kan beschuldigen op social media? In wat voor samenleving leven we dan? Dan moet je eigenlijk bang zijn
dat op het moment dat jij iemand op een verkeerde manier bejegent of misschien een verkeerde indruk achterlaat bij een vrouw of wat dan ook, dat je dan beschuldigd wordt. En wat heel veel linkse mensen zullen zeggen is van ja, maar er is een disbalans in macht. Hij was natuurlijk een hele machtige man en vrouwen durven geen aangifte te doen van aanranding en verkrachting. Nou, dan moet je daar wat aan gaan doen. Maar dan moet je niet trial by media gaan organiseren en gaan promoten. Tot slot vind je dat media ook moet worden aangeklaagd voor het eigenlijk het meehelpen met het negatief framen van personen, terwijl er eigenlijk gewoon geen goed feitenonderzoek is gepleegd? Nou, dat vind ik wel te ver gaan. Ik vind niet dat de media aangeklaagd moet worden. Ik ben wel van mening dat er een vrijheid van meningsuiting is. Dus de media moet niet worden aangeklaagd, maar je kan de media wel aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En ik denk dat de media wel altijd moet gaan kijken van oké, maar wat is er hier nu aan de hand? En in hoeverre zijn we op zoek naar waarheidsvinding? Of is dit gewoon een middel om een bepaald framing of een agenda door te trekken? Kevin Spacey schijnt een viezerik te zijn en wij staan hier in Den Haag om te kijken van wat de Hagenaars vinden van het feit dat hij beschuldigd wordt van aanranding, verkrachting, noem maar op. Is hij wel zo schuldig of is het gewoon een trial by media? Ja, draaien? Is goed. Hey, mag je wat vragen? Nee, echt niet? Kijk hoor, ik ga gewoon naar mensen toe lopen. Hey, mag je wat vragen? Mag ik wat vragen? Nee? We lopen gewoon en ik ga gewoon vragen. Ja, ja. Wacht even hoor, achter je. Hey, mag ik je wat vragen? Kijk je wel eens House of Cards? Nee, dat is waar. Nee? Dus dan wat we gewoon gaan doen, we gaan gewoon mensen gewoon hier vragen. En dan gaan we gewoon kijken van of ze House of Cards kijken. Hey, mag ik je een vraag stellen? Kijk je wel eens House of Cards? I don't speak Dutch. Don't speak Dutch? House of Cards, do you watch House of Cards? Netflix? No. Nou, weet je, dus ja, kom, weet ik niet, we laten gewoon in de stad lopen. Ja toch? Je bent gewoon nu nog steeds aan het filmen. Ja, misschien kun je dat in de stad krijgen. Wat dan? Oké. Ik zit even te kijken of jongeren zien. Network.